Stichting Milan Bindel heeft als doel het helpen en financieel ondersteunen van de arme bevolking in Nepal. Dit doen wij uiteraard niet alleen vanuit Nederland. Wij werken samen met de organisatie New Saddle in Kathmandu. En Chitra Kesi Bahadur, die is de manager van de organisatie New Saddle. En in overleg met hem wordt ieder jaar bepaald welk doel Stichting Milan Bindel helpt en welke activiteiten wij in Nederland gaan organiseren. De visie van Milan Bindel is het neerzetten van gebouwen, zodat de kinderen naar school kunnen gaan. Sipagat, een gebied wat heel erg afgelegen is, konden tot voordat de school werd gerealiseerd de kinderen niet naar school, kregen dus geen onderwijs. En door het neerzetten van de gebouwen is dat mogelijk geworden. Die kinderen die gaan naar school. Ouders dienen het schooluniform te betalen en de leerboeken en de schriftjes. Kinderen uit hele arme gezinnen die kunnen dat niet bekostigen. Daarom heeft Milan Bindel een adoptieplan bedacht. Voor 100 euro per schooljaar kan een Nederlandse adoptiefouder een schoolkind adopteren. En dat kind kan naar school, maar het geld gaat niet alleen naar dat kind. Het geld is ook bestemd voor de andere kinderen, zodat een hele groep kinderen naar school kunnen. Ricky van Biezen kwam bij Milan Bindel om steun te vragen voor het project voor de kinderen met een verstandelijke beperking. Milan Bindel heeft dit project van harte geadopteerd. Ja, ik ben Ricky van Biezen. Ik heb een aantal jaren geleden heb ik 2 jaar in Nepal gewerkt. Ik mocht daar op scholen helpen om het onderwijs te verbeteren. En dan met name het kleuteronderwijs. Omdat dat nog helemaal in de kinderschoenen stond. En er werd nog eigenlijk niet veel gedaan aan kleuteronderwijs. En het was een mooie kans om dat na zoveel jaar ervaring hier in Nederland in het kleuteronderwijs, om daar te werken. Ik kwam daarvoor wekelijks op scholen. En op een van de scholen was iets heel bijzonders aan de hand. Daar was het was een vrij grote school, maar in een hoekje was een speciale afdeling voor kinderen met een verstandelijke beperking. Dit is in Nepal iets heel bijzonders, omdat voorheen werden deze kinderen verstopt. En omdat mensen dachten dat het krijgen van deze kinderen een straf van de goden was. En als je straf kreeg van de goden, had je dus iets gedaan wat niet in de haak was. Ook zou deze slechte invloed door kunnen gaan op andere mensen. Dus andere mensen proberen ook het contact dan te vermijden. En dat is de reden dat deze kinderen eigenlijk in een hoekje ergens verstopt werden en soms zelfs gedood. Dat is nu aan het veranderen en deze school is daar een voorbeeld van. Maar omdat deze kinderen dus uit de bergdorpjes komen en een lange reis moeten ondernemen om bij de school te komen, moeten deze kinderen ook op deze school overnachten. Wonen dus eigenlijk een groot gedeelte van het jaar. En nou, de omstandigheden waarin deze kinderen leefden, dat vonden wij zo erg, mijn partner waar ik mee werkte en ik, dat we dachten van nou, daar moet echt iets aan gedaan worden. Een fatsoenlijke sanitaire gebouw, een gebouw waar ze kunnen slapen, slaapkamers met fatsoenlijke bedden, voor elk kind 1 bed, dat zal een enorme verbetering zijn. En een goede keuken waar de verzorgsters een goede maaltijd kunnen bereiden voor ze. En ook een ruimte waar ze kunnen zijn als ze niet in de klas zitten. Dus waar ze met elkaar kunnen spelen en waar ze gewoon wat lekker bezig kunnen zijn, lekker kunnen zitten. Dat ze niet of buiten of in dat slaapkamertje of in het leslokaal hoeven te zitten. Nou, in mijn eentje kan ik natuurlijk helemaal niks bereiken. Want ik heb geen contacten ik heb geen goede contacten om dat te realiseren. Om te bouwen en met bouwmaatschappijen. En om erop toe te zien dat het ook echt allemaal gaat zoals het de bedoeling is. Dus ik heb me gewend tot de Stichting Milan Bindel. En Milan Bindel is een gerenommeerde stichting die al heel veel gerealiseerd heeft daar. Dus, en zij hebben mijn project geadopteerd, waar ik heel erg blij mee ben. Maar neemt natuurlijk niet weg dat er nog een heleboel geld bij elkaar gebracht moet worden om het te realiseren. Nou, om het geld bij elkaar te krijgen hebben we iets bedacht.
Margriet en ik hebben bedacht om een leskist te maken. Deze leskist is vooral bedoeld voor basisscholen. We hebben een uitgebreide lessenserie voor de onderbouw en ook een uitgebreide serie voor de bovenbouw. In de leskist zitten lessen over aardrijkskunde, geschiedenis, sociaal-culturele aspecten worden belicht. Er zitten recepten in om een heerlijke Nepalese maaltijd te maken. Er zitten verhalen in, er zit muziek, DVD over het leven van een kind in Nepal, hoe die de dag doorkomt. Er zitten heel veel originele ideeën in hoe je op een leuke manier actie kan voeren. Niet onbelangrijk. De kinderen kunnen op een speelse manier kennis maken met Nepal. Dus we zijn ervan overtuigd dat het gelden gaat komen en dat ons project gerealiseerd gaat worden.